en Ketikoti 1 juli wordt dit jaar anders gevierd in Suriname en Nederland. Dit vanwege de coronacrisis en er zullen dus geen grote manifestaties zijn. Wel zal er in Rotterdam bij Fred Culture Shop een aangepaste wasi plaatsvinden. Namelijk de mans passie wasi corona style. Maar vanuit de Afro-Surinaamse cultuur wordt ook ingespeeld op de coronacrisis. Afro-Surinaamse mondkapjes en onze eigen dresi. In een radio- en televisiespecial vandaag een voorproefje. De stof is een stof die op mijn lijf is geschreven. Dat is een fudupani stof. En het schijnt dat dat is dat mij draagt. Hè? Weet je, bruin, Japanese bruin. En het is heel leuk dat je ziet hoe snel de creativiteit van mensen zijn overgegaan om met name van dit soort van stoffen eigenlijk die mondkapjes dus te maken. Ik heb helaas heb ik Trump nog niet meegezien hoor. Wie wel Afro-Surinaamse mondkapjes draagt is Janeska Sommer. Ja, deze zit perfect. Past er goed bij past, je? Past goed. Heel goed bij mijn hoofdband en mijn jurk. Dus, ja. Mooi setje. Mooi setje. Patricia Tel, de moeder van Janeska, heeft de Afro-Surinaamse mondkapjes gemaakt. Ik heb er een die bij mijn kotten past, dus ik ben voorzien, om het zo te zeggen. Ik heb daarnaast natuurlijk ook nog wat andere modellen. Ze heeft die in alle geuren en kleuren en met de mogelijkheid om er een extra doekje in te doen. De Afro-Surinaamse mondkapjes kunnen gewassen worden. En deze fraaie maskers kunnen dus ook opnieuw gebruikt worden. Die witte kapjes die je nu ziet in de trein en zo, iedereen lijkt hetzelfde. En ik vind dat je toch een beetje je eigen identiteit mag laten zien. Dus vandaar. Dit was een productie van Sam Jones.